Het Hof heeft op 24 juni 2024 de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte A. Adin behandeld. Het getuigenverhoor werd voortgezet. Adin werd bijgestaan door zijn raadslieden Ikanhai en C. Algo. Op de zitting zijn de getuigen ML, AB en RS, alle medewerkers, opgewezen medewerkers van het kabinet van de vicepresident, gehoord. Op maandag 22 juli 2024 wordt het getuigenverhoor voortgezet en zullen 4 getuigen worden gehoord. De buurtmanager van Santo Dorp Zuid onder inspecteur Watchman reikte gisteren certificaten uit aan 24 leerlingen van de Clarkenschool voor een uitstekende prestatie in het tweede kwartaal van 2023-2024. Ondanks de COVID-19-pandemie hebben deze 12 meisjes en 12 jongens hard gewerkt. De certificaten dienen als waardering en motivatie. De buurtmanager prijst ook de leerkrachten en ouders voor hun inzet. Het Korps Politie Suriname meldt dat vanwege rioleringswerkzaamheden aan de waterkant vanaf dinsdag 9 juli 2024 de bouwschutting naar de rijbaan wordt verplaatst. Hierdoor is er slechts 1 rijstrook beschikbaar en kan er niet geparkeerd worden tussen het Hoekhuis en de Kromme Elleboogstraat. Weggebruikers worden verzocht alternatieve routes te nemen en politie-instructies op te volgen.